Burgemeester Kees van Rooij is begaan met de vele inwoners van Meijerijstad die getroffen zijn door het coronavirus. Omroep Meijerij sprak maandag opnieuw met de burgemeester over zijn zorgen, over wat de gemeente kan doen, maar ook over zijn lof voor verpleegkundigen, onderwijzers, politiemensen en al die andere mensen die zich inzetten. Burgemeester, er zijn in Meijerijstad nu heel veel mensen ziek van het coronavirus. Veel mensen zijn overleden. Dat moet een grote zorg zijn. Ja, ik denk dat iedereen echt wel doordrongen is van de ernst van de situatie. Je leeft ook mee met alle mensen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die vechten voor hun leven hier en daar. Families die ook mensen nu verloren hebben. En dat geheel maakt dat er... Ja, ik wil het geen berusting noemen, maar wel van... Men zoekt hoop, steun, troost en tegelijkertijd schrijnende verhalen waarin mensen juist niet het afscheid kunnen nemen wat ze willen nemen. Niet op bezoek mogen bij opa of oma die elders in Nederland in het ziekenhuis ligt, al dan niet in coma gehouden wordt. Dat raakt je, dat raakt iedereen. Ja, dat raakt ook u. Ja, zeker. Ja, af en toe... heb je ook dat je een keer even wegblaast en dan zegt van, ja verdorie. Dan zijn er ook weer berichten hoe mensen elkaar ook steun bieden. Hoe er allerlei initiatieven ontstaan in de samenleving. Dus ja, je wordt ook zelf op en neer geworpen tussen de verhalen van mensen. En dan heb je met die mensen te doen. En daar krijg je toch nog regelmatig telefoontjes van. En ik blijf ook zeggen, als wij iets kunnen doen voor mensen, voor families, als gemeente, wij proberen het in de gaten te houden, maar laat men ook gewoon contact zoeken. We kijken op alle manieren waar kunnen wij faciliteren, waar kunnen wij helpen, maar we worstelen met z'n allen mee. Ja, u kunt ook niet bij mensen op bezoek eigenlijk. Nee, dat mag ook niet. Het enige wat je kunt doen is soms eens een keer bellen, maar je kunt ook niet... naar iedereen toe bellen. Je weet ook niet wat... Mensen zijn ook met eigen familie, met eigen gezin, met hun verdriet bezig. En ja, soms kun je mensen een hart onder de riem steken. Op wat voor manier dan ook. Ja, dat wil je ook als burgemeester doen. Wat me ook opvalt in Meijerijstad is dat de ondernemers heel erg super creatief worden. Nog creatiever dan je als ondernemer eigenlijk al moet zijn. Ja, in de hele samenleving zie je dat er heel veel loskomt omdat het besef goed is doorgedrongen waar mensen mee kampen. Er wordt gekeken hoe kunnen we elkaar helpen. Bedrijven die elkaar helpen, maar ook bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijke instellingen en voor mensen in problemen, van hulpmiddelen die verzameld worden, afgedankte telefoons, zodat mensen weer kunnen communiceren vanuit verzorgingshuizen. Er gebeurt ontzettend veel. En dat is ook wel het mooie bij een crisis, dat je ziet hoeveel positieve acties naast al die ellende die er geleden wordt, er ook ontstaan. Dat is ook wel de kracht van een samenleving. Er is heel veel aandacht voor de mensen die nu in de zorg werken, de politiemensen, de mensen in het onderwijs. Die hebben toch wel het hard te halen op dit moment. Ja, op de eerste plaats heel veel respect natuurlijk voor alle mensen in de zorg werken, om daar maar eens mee te beginnen. Want die werken onder hoge druk. Gelukkig hebben we gezien afgelopen week, aan het eind van de week, dat wat je hier bij Bernhoven zag en een enorm eigenlijk de bijna paniek van hoe krijgen wij het dadelijk gerund. Dat daar toch lucht gekomen is doordat men meer mensen is kunnen gaan verplaatsen naar elders in het land. Maar desondanks blijft die druk natuurlijk bij alle mensen, doktoren, verpleegkundigen, heel hoog. Mooi is dat je ook ziet dat ze overweldigd worden door allerlei mooie acties of bloemen of groenten en fruit wat gebracht wordt of wat dan ook. Dus ik hoop ook dat ze daar... ja, de vechtlust in houden om door te blijven gaan. En dat is tot nu toe ook wat je steeds terug hoort. Maar ja, de zorg is één. Maar ook als je kijkt nu naar en de thuiszorg en de mensen in de zorg- en verpleegtehuizen. Je zult nu maar daar werken en alles op slot moeten. Mensen mogen geen bezoek meer ontvangen. En dan zie je ook daar hoe mensen toch weer allerlei... creatieve dingen bedenken om met elkaar
toch het leven mogelijk te maken en draaglijk te houden. We zien allemaal op social media de kaarten en de bloemen en het gebak wat overal naartoe gaat. Maar er gebeurt natuurlijk achter de schermen ook heel veel. Kunt u daar iets over vertellen? Dan begin ik gewoon bij de gemeente. We hebben elke ochtend van 9 tot 9:30 of 10:00 een soort intern crisisteam. Dan is het vooral in de beeldvorming even, wat gebeurt er in dat domein? Hè? Wat gebeurt er in de zorg? Wat gebeurt er in het onderwijs? Ontstaan daar nog knelpunten in de opvang van kinderen? Kunnen wij er iets in betekenen? Wat gebeurt er bij de huisartsen die natuurlijk ook enorm veel patiënten krijgen met corona, die met elkaar dat ook lokaal zoveel mogelijk oplossen. Maar op een gegeven moment kan dat ook overlopen en dan wordt een beroep gedaan, gemeente, kunt u ons daar en daarin faciliteren. Er worden al scenario's bedacht als dat groter gaat worden. Kan men dan bijvoorbeeld gebruik maken van sporthallen of andere zaken. Dus er gebeurt aan die achterkant al van alles. De kunst is om daarin vooral ook vooruit te denken, wat als, en zijn we daarop geprepareerd. En zo proberen we een beeld te houden elke ochtend van wat gebeurt er. Maar bent u erop geprepareerd? Want er wordt nu ook gezegd, ja, misschien hadden we dit of hadden we dat. Ja, kijk, achteraf is het mooi wonen, is een spreekwoord. Dat is ook niet zo, daar schiet je niet veel mee op. Maar heeft u zelf het gevoel dat de gemeente voldoende geprepareerd is als het er echt op aankomt? We weten natuurlijk nooit wat er nog allemaal op ons af kan gaan komen. Maar de situatie, het beeld is wel dat wij op dit moment in controle zijn. Dat wij zien wat er gebeurt. Dat wij daarin ook zorgen dat we in dienstverlening en andere zaken voorbereid zijn. Soms al plannen maken. Er is niet iets van in zo'n crisisoverleg van paniek of wat overkomt ons nu. Nee, daar zijn we in controle. Tegelijkertijd, wat het of eind volgende week is of eind deze week. Want deze week wordt natuurlijk wel een hele cruciale week. Met name richting de IC-capaciteit of alles aan kan. Dat ligt dan niet direct in ons bereik als gemeente. Maar dat is wel wat cruciaal is. Ja, en eind van de week zal moeten blijken of alle maatregelen tot nu toe ook die omslag hebben gegeven. Wellicht dat we in de loop van de week ook al extra maatregelen moeten nemen, gaan nemen. Dat is eigenlijk van dag tot dag kijken van wat zijn landelijk de besluiten, wat zijn de adviezen en wat betekent dat dan weer voor ons.